Ik presenteer met trots iets waar ik zelf bijna niks aan gedaan heb, maar wat bedacht is door deze jonge dame van 11 uit Krukius. Ja, of het nou gaat om woningen, winkels, kantoren, restaurants, vliegvelden, schepen zelfs. Je hebt overal interieurs en je hebt ook overal meubels. Dat betekent dat er heel veel mensen bezig zijn om die meubels te ontwerpen en te maken. Nou, dat is aardig, want de 11-jarige Isis, die is ongelooflijk creatief. En ze denkt er serieus over na om later ook meubelontwerper of meubelmaker te worden. En of dat ook echt een vak is wat bij haar past, ja, ik weet het niet. Ik heb er een goed gevoel over. Dat gaan we vandaag ontdekken in Later als ik groot ben. Ja, en toen was ik ineens in Krukius. En dan denk je, Krukius, waar is dat? Nou, dat is een beetje in de buurt van Haarlem. En het zal je niet verbazen, hier woont Isis. En als het goed is, is ze thuis. Verschijnt hier. Hallo. Hey. Dag, ik ben Jochem. Ja, ik ben Isis. Mag ik binnenkomen? Want ik denk dat ik leuk nieuws voor je heb. Hey, Isis, wat een leuke kamer heb je. Ja, dankjewel. Heb je hem zelf ook helemaal ingericht? Ja, en met mijn moeder. Toch wel? Ja. Ja, en dan zie ik al, hier woont een creatieve meid. Van wie heb je die creativiteit? Van mijn oma. Echt waar? Ja. Wat doe je allemaal? Ik teken, ik ontwerp bijvoorbeeld soms spullen of ik ontwerp kleding. Je kan alle kanten op. Ja. Maar ik heb begrepen dat je laatst ook nog ergens geweest bent om te kijken of houtbewerking iets zou kunnen zijn. Ja. Vertel. Ik moet dus ook naar scholen kijken. En ik ging dus bij het Rudolstijner kijken. En toen moesten we dus ook houtbewerking doen. En ik vind het best wel leuk dat je daar ook je creativiteit in kan stoppen. Dan denk ik dat wij een leuke dag gaan krijgen. Ja. Want zou het niet te gek zijn als wij vandaag eens gaan kijken of het beroep meubelontwerper en meubelmaker iets voor jou zou kunnen zijn? Leuk. Lijkt je dat wat? Ja, ik heb er zin in. Nou, dat is goed om te horen. Even één ding nog over deze mooie kamer. Zijn er dingen qua meubeltjes of dingen waarvan jij zegt, dat mis ik eigenlijk nog. Dat zou ik nog wel goed kunnen gebruiken. Nou, ik denk wel een kastje, want ik spaar dus heel veel edelstenen. En als je op de muur zit, wordt het dus een beetje vol. Oké. En hier ook nog, geloof ik? Ja. Dus nu heb je overal en nergens heb je de edelstenen. En het zou mooi zijn. Ik wil dus een beetje dat het bij elkaar blijft. Ja, dat snap ik. Oké, nou ja, misschien kunnen we er wat mee. Een kastje maken. En als ik zeg we, bedoel ik eigenlijk? Ik. Jij. Hey, hoe vind je het hier? Ja, heel vet. Mooi, hè? Ja. Dit is een oud pakhuis eigenlijk. Echt? En dat hebben ze omgetoond. Er zitten nu allemaal bedrijven in, ook heel veel creatieve bedrijven. En een van de bedrijven gaan we zo meteen naartoe. Maar ik wil eerst even iets vragen. Hoe vaak denk je dat mensen in Nederland verhuizen? In hun leven, in hun hele leven? Ik denk al iets van 5 of 7 keer. Ik ben daar een beetje tussenin. Heb je goed gedacht? Ja? Vind ik heel knap. Ik dacht dat het minder was, maar het is inderdaad 7 keer. Dat betekent dat er ieder jaar in Nederland misschien wel 1 miljoen mensen verhuizen. 1 miljoen? Ja. Dat betekent dus ook dat al die mensen die gaan verhuizen, ja, wat gebeurt er als je in een nieuw huis komt? Nieuwe spullen. Nieuwe spullen, dan weer een nieuwe bank, een nieuwe kast, een nieuwe... En ja, dat betekent dat je dan moet gaan zoeken. Dan kan je 2 dingen doen. Je kan gewoon ergens op internet gaan kijken in een boekje. En je kan zeggen, nou doe het maar die of die. Maar nog leuker is natuurlijk dat je het zelf laat maken op maat. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Walter. Wat joh. Hoi. Ja, mag ik je voorstellen? Isis, Walter. Isis. Jochem. Dit is, ja, ongelooflijk. Dit is een kleine 1,5 meter aan ongelooflijk creatief talent. Ik zie het gelijk. Hè? Ja. Isis, ik zou zeggen, ga gelijk hier lekker zitten. Jij bent eigenlijk interieurarchitect, zo heet het officieel, geloof ik. Hè? Ik ben interieurarchitect. Wat doet een interieurarchitect? Een interieurarchitect die mag lekker buiten alle kaders denken. Die mag alles wat hij maar wil, mag die tekenen. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk, ja, je moet het voor iemand, je doet het voor iemand. Ja. En dan moet je er wel zorgen dat dat past bij diegene of bij die persoon. Die zeggen, goh, dit is het huis, dit is de kamer, hier moet het gebeuren. En ik wil dit soort kast hebben en ik wil dat en dat en dat. En dan mag jij helemaal losgaan. Mag ik helemaal losgaan?
Jij wil aan de slag. We willen iets gaan doen natuurlijk. Heb je een opdracht voor ons? Of iets waar we... Nou ja, kijk, ik was eigenlijk bezig met een mooie aanbouw van een woning. We zijn met een mooi groot appartement bezig. Ik heb hier een leeg vel. En dan gaan we samen eens eventjes kijken wat we daar voor moois van kunnen maken. Want het begint al met een leeg vel. Ja. Dus het hele idee moet uit jezelf komen, anders dan... Zou je zelf iets willen tekenen, of...? Ja. Ah, je had daar wel iets, wat je... Toch? Nou, wat het toch zijn. Ga lekker zitten. Dankjewel. Je schetspen. En dan... Ik hoor het wel. Als je wat wil vragen, dan hoor ik het wel. Oké. Nou. Goed. Heel veel succes. Jij ook. Edelstenen kastje. Hij zat al in je hoofd, zie ik wel, of niet? Ja. Oké. Zo, ik ben benieuwd. Ja, ook. Heel benieuwd, razend benieuwd. Ja. Dat is natuurlijk de eerste stap en die is het leukste. De schets. Nou, we zijn gewoon losgegaan. Jij zei ook van alles kan, alles mag. Dus ja, absoluut. Misschien wil jij beginnen met jouw model? Oké. Ga maar even zitten, dan kan je het goed zien. Dan ga ik hier staan. Ja, ik ben echt... Dan krijg je eerst de toelichting van... Nou, ik heb dus een kastje gemaakt waar edelstenen boven en in het midden kunnen. En dan heb ik ook een laadje, want ik heb ook heel veel boeken over natuur. En dan denk ik, dat hoort er ook wel best wel bij. En dan heb ik dus een deurklink. Oftewel iets waar je je kast mee open kan maken. Mm-hmm. Met een Elvis Presley logo. Oké. En dit is het dan. Wat ben je fan van, Elvis Presley? Ja. Gaaf, leuk, ik ook. Nou, Jochem. Ja, nou, ik heb dus een, dit staat bij mij, het Febo edelstenenkastje. Febo edelstenenkastje, ja, dit zijn allemaal kleine deurtjes, glazen deurtjes met een handgreep erop. Kan je zo kijken, zoals hier leg je de grote, hier de iets kleinere en hier nog iets kleiner. En het is leuk als je vanaf de zijkant aan kunt lopen, dan kijk je door die gaten en dan kan je er ook al een beetje in kijken. Zo. Ja. Kan je het vanaf die kant ook zien. Nou, heel creatief. Dus een beetje het Febo effect en ik ben zelf eigenlijk wel heel erg... enthousiast. Heel creatief, Jochem. Echt heel creatief. Maar ik denk dat het de aandacht veel te veel afleidt van, zeg maar, die mooie edelstenen. Je moet het heel rustig houden, denk ik. Toch niet, Izzy? Ja. We hebben eens, hè? Wij zijn het eens met elkaar, dus het gaat hem niet worden. Oké. Okay. Nou, bedankt voor de tijd. Neem hem wel mee. Maar... Misschien lekker zelf dan nog even. Ja, neem hem rustig mee. Lijst hem in. Hang hem over je bed. Even een leuk kastje van gaan maken. Goed. Dit wordt hem. Het efficiënte, mooie kastje van Isis. Dat betekent mooi in perspectief. En ik denk dat het mooi kan zijn om dan te zeggen, we maken de plankjes in die je eventueel kunt verstellen. Beetje het Febo-idee van mij, maar dan net iets anders. Net iets subtieler, Jochem. Maar tegelijk lijkt het me ook leuk als het open is, dat je zeg maar het kan zien dat je dus die boeken, dat die te maken hebben met wat daarboven gebeurt. Meestal een kastje wat je dicht doet, daar leg je eigenlijk allemaal dingen in waar je van denkt van nou, doe die maar een beetje uit het zicht. Maar ik denk nu dat je juist wil laten zien, hé, dit hoort bij elkaar. Dit is mijn mini-museumpje bijna. Ja. Zo kan ik het eigenlijk wel zeggen, toch? Zullen we maar een materiaal kiezen samen? Een beetje natuurlijk hout. Dat je dan nog een beetje het hout er nog echt in ziet. Ja, gewoon echt materiaal. Pure materiaal. Dat is het leukste om mee te werken. Vind ik ook altijd. We moeten met pure materialen werken. Ik denk dat ik iets heel moois heb. Ik denk dat dit echt heel mooi is. Dat is een eiken. Naturel eiken. En ik denk dat het heel mooi kan zijn onder het kastje... Dus dit mooie pootje toe te passen. Ja. De volgende stap is dat deze schets naar de werkvoorbereider gaat. En de werkvoorbereider is degene die het helemaal gaat uitwerken, zodat het technisch ook gemaakt kan worden. Ja. Dan zet ik altijd eronder dat ik dat gemaakt heb in 22. We hebben het samen gemaakt, hè? Ja. Kijk eens. Hoppatee. Dit is een Isis Walterkastje. Hey, goeiedag. Hi, goeiedag. Hallo, Isis. Hi, ik ben Donnie. Donnie. Kijk eens, ik heb hier een prachtig ontwerp. Ja, ik heb niks, maar ik mag hem dragen. Het is het ontwerp van Isis. Ja. Nou, ik wil dus een edelstenenkastje maken. Mm-hmm. En dan wordt dit eigenlijk de poten en ik denk dit is hout. Oké, dan gaan we dat voor jou uittekenen. Ja, dankjewel. Ga ik dat doen. Wat voor opleiding moet je eigenlijk doen als je meubelontwerper wilt worden? Nou, er is een hele leuke opleiding voor. Donnie heeft de opleiding ook gedaan. En Donnie is meer van de
technische kant van de opleiding. Ik meer van de creatieve kant van de opleiding. En dat is het Houten een meubileringscollege in Rotterdam. En er zijn in 17 steden de mogelijkheid om die opleiding te volgen. En dan kun je of voltijd die opleiding volgen of in deeltijd, dus werken en leren. En hoeveel jaar is dat dan, zo'n opleiding? Dan ben je 3 of 4 jaar verder. Dan ben je of ontwerper of meubelmaker. Ja. We staan even te kletsen en we hebben al een tekening. Kijk even. Is dit dan het kastje nog steeds wat je in je hoofd had en hebt? Ja. De volgende stap is dat we dus naar de meubelmaker gaan. We gaan hem echt maken? Ja, we gaan hem serieus maken. Echt? Ja, absoluut. Maar we dachten, ja, dat kan natuurlijk nooit allemaal op één dag. Nee, we gaan nu vandaag het kastje maken gewoon. Absoluut. Vandaag. Ja, absoluut. Ah, vet. Meubelmakers staan klaar om dit te maken. Eigenlijk weer een apart vak. Ja. Dit is Freek. Freek, dag Freek. Hoi, ik ben Isis. Nou, Freek. Jochem, hi. Freek is een hele goede meubelmaker. En die heeft de tekening van Donnie via het netwerk opgehaald. Freek gaat nu zorgen dat de onderdelen van dit kastje van de machine afkomen. Oké, dus jij gaat de onderdelen maken. Ja, absoluut. En dan de volgende stap is in elkaar. Wat anders doen? Ja, ik zet hem pas op. Gaan we doen? Dan gaan we de machine aanzetten. Oh, leuk. Als we nu gaan frezen, dan gaat de plaat losschieten. Huh? Dus we willen eerst zorgen dat de plaat paardje vast zit. Hij doet eerst alle gaten en dan pas... De laatste gaat hij de contouren frezen. Ja. Dit is al contouren, of niet? Ja. Wauw. Dit is je kast. Maar ja, nu moet hij in elkaar gezet worden. Ja, wat moeten we nog gaan doen? In het totaal waren het, hoe was het weer? 8 onderdelen. 1, 2, 3, 4. Dan gaat de band automatisch lopen. Ja. Oké. Helemaal goed. We zijn nu aangekomen bij de kantenbandmachine. Als je nu dit plankje hebt, zie je hier nog het MDF. Nog geen mooie eiken. Dus gaan we met deze machine een eiken opplakken. Is het met of zonder herrie, deze? Deze wordt weer helemaal met herrie. Met herrie? Ja. Oké. Als we iets moeten doen, horen we het al, hè? Absoluut. Oké. We mogen zo de planken gaan aanpakken. Zijn u? Planken aanpakken. De planken aanpakken? Ja. Ja. Is goed. Oh, ik zie het al. Kijk. Schuine kantjes. Valt mooi in elkaar. Ja. Nu gaan we schuren. Hier is de achterkant. Ja. Maakt niet uit, ziet niemand. Nu wordt het leuk, hè, Isis? Dit is eigenlijk het eerste handwerk, hè? De rest heeft eigenlijk hebben de machines gedaan. Ja. En dan kan er nu houtlijm tussen. Ja. Nou, jij gaat even frietje met maken. Niet te veel, denk ik. Hey, spanning en sensatie. Ken je deze? Een lijmtang? Ja. Als je hem gelijmd hebt, zorg je met die tang dat hij goed op zijn plek blijft zitten. Oké. Dan gaan we nu oliën. We gaan oliën? Oliën. Maar je kan ook gewoon er niks aan doen? Maar dat is natuurlijk niet beschermd. Oh nee. Dus je kan het olie zoals wij nu gaan doen. Ja. Je kan het lakken, je kan het bijtsen. Zet wat de klant maar wil. Vind je olie goed voor jouw kastje? Ik denk het wel. Jij denkt van wel? Ja. Nou, dan gaan we olie. Nou ja, als het echt heel lelijk is, dan gaan we het als... Nee, dan kunnen we hem niet meer lakken, hè? Nee. Gaan we voor olie? Ja. Ja, dit wordt mooi. Als je helemaal in de olie zit, gaan we met de witte doek alles mooi uitwrijven. En dan duw je het eigenlijk een beetje erin, of niet? Ja. En Isis, weet je waarom dat het geolied wordt? Nee. Volgens mij is dit ook een soort beschermlaagje. Stel dat je er iets op zou knoeien, dan trekt het in het hout. En nu zit er een soort beschermlaagje op. Kan je het gewoon schoonmaken met een natte doek? Kan je het ook nog schoonmaken. Ja, het begint er nu echt op te lijken. Nu moet hij wel. Het kastje is geolied, is al een uur gedroogd. En dat is al goed genoeg om
het laatste te doen eigenlijk, hè? Ja, nu gaan we de poten monteren. Ja, daar komt ie. Ja, ja. Zullen we hem eens oppakken? En dan denk ik... Wow, 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 wow. Even kijken. Aan jou de eer. Schuin erin. Dames en heren, het moment is daar. Ik presenteer met trots iets waar ik zelf bijna niks aan gedaan heb, maar wat bedacht is door deze jonge dame van 11 uit Krukius. Je mag me gewoon meenemen. Ja, dankjewel. Het is echt jouw kast. Je hebt het niet alleen bedacht, je hebt het niet alleen gemaakt, maar hij komt ook in jouw slaapkamer te staan. Je moet even ruimte maken, denk ik. Ik denk het wel. Maar we zijn ook aan het einde gekomen van een bijzondere dag. Ja, wel jammer. Wat vind je dan eigenlijk het leukste wat je vandaag gedaan hebt? Ik denk toch wel het ontwerpen. Ja? Ja. En waarom vond je dat zo leuk? Nou, omdat ik zelf heel veel van tekenen hou. En het maken vond ik ook heel erg leuk in elkaar zetten. Maar daarom denk ik toch wel dat ik voor het ontwerpen ga. Oké. Okay. Heb ik nog even wat vragen, om even te checken of je goed hebt opgelet. Hoeveel keer verhuist een mens gemiddeld in Nederland in zijn hele leven? 7 keer volgens mij. 7 keer, heel erg goed. En dan gaan we het echt hebben over de kastjes. Dit kastje, dit kon je op verschillende manieren behandelen. We hebben hem... Geolied. Geolied. Wat zijn nou andere manieren om een kastje te bewerken? Lak, bijt. Lakken of bijten. Helemaal goed. En dan nog één. Op hoeveel verschillende plekken in Nederland kun je studeren voor of meubel ontwerpen of voor meubel maken? Nee, zeg maar even niks. Nee, dat moeten ze thuis gewoon maar even invullen. In de comments bij dit YouTube-filmpje. En als jij nou denkt, dit is te gek, wat leuk, ga dan naar de website en wie weet. Oh, kijk eens wie we daar hebben. Walter. Ja, hey. Fantastisch. Dit is echt... Je hebt een stukje vakwerk, Freek. Ja, ja. Goed gedaan. Heel erg leuk. Nou, bedankt, ziens. Hè. Dankjewel. Tot ziens. Doei, doei. Doei. Doeg. Deze aflevering van Later als ik groot ben is mede mogelijk gemaakt door het Expertisecentrum voor de Meubelindustrie en Interieurbouw.